Vandaag ga ik langs bij een eigen rijder, bij André van der Beek in IJsselmuiden. Hij rijdt al een aantal jaar Mercedes en hij heeft nu een, ik zie hem al staan, een grijs met zwart en groene details Actros 5 op de Dam staan. Kijk. Daar is de auto, nu nog op zoek naar André. In Op Pad met Eline rijd ik dwars door Nederland om met chauffeurs te spreken over hun ervaring met de nieuwe Mercedes-Benz Actros. Ik neem een kijkje in hun werkzaamheden, hoor het verhaal achter hun truck en bespreek met hen de nieuwe innovaties. Dit is Op Pad met Eline. Kijk, daar is die. Hey, hi. Hi. Kom ik ben Eline inderdaad. Box. Hi. Hoe bevalt die? Ja, monster. Het is een... Natuurlijk 630 pk, dus ja, het is net een luxe auto waar je in rijdt. Dat rijdt fantastisch, het rijdt heerlijk. Als je wil, schakelt, remt, alles doet hij vanzelf. Dus het is een keer een slag aan het stuur geven en voor de rest alleen maar genieten. Wat is er bijzonder aan deze auto? Nou, hij is compleet helemaal natuurlijk gespoten, spanborden meegespoten. Dit is een stukje van Mercedes wat ze mij... Ja, als extraatje eigenlijk aanbevolen om er toch eigenlijk de puntjes op de i te zetten om hem mooi af te maken. Ja, en voor de rest grot, tank eronder, mooie kist voor sneeuwketting, alles netjes afgewerkt, niks achteraan het chassis te bungelen, mooie werklampen. Voor de rest is de auto gewoon netjes afgewerkt door Mercedes, gewoon helemaal compleet, leren bekleding. Ik heb speciaal gekozen voor een corner eye, omdat de auto al spiegelloos is, bouw ik ook geen trottoirspiegel en geen dode hoekspiegel. En dan tevens deze bulbar erop laten zetten. En dit is staal, dit is gewoon loeisterk. Het geeft de auto een beetje body. En het is echt een stukje bescherming. Je mag hier met recht trots op zijn. Ja, ja. Ja, ben ik ook. Ja. Als je deze auto voor jezelf zou beschrijven, hoe zou je hem dan omschrijven? Een heerlijk stukje werkplezier en ja, gewoon, het is gewoon in één woord een fantastische auto in alle opzichten, met alle opties. Het is ik denk een droom voor iedere chauffeur. Heb je trailer hier een stukje verderop staan? Ja. Gaan we hem aankoppelen? Ja, ik vind het prima. Okay. Dan kun je ze hem gas geven. Ja, laat maar eens even voelen wat hij... Ja, voor zou je er zijn muziek in maken? Ja, dat ook. Nou, dankjewel voor de tijd. Het was me een waar genoegen. Wederzijds. Ja. En... Ja, hou me heel. Doe voorzichtig. We gaan ons best doen. Benieuwd naar meer ervaringen met de nieuwe Actros? Bekijk dan snel de volgende aflevering van Op Pad met Eline. Ik vind dat Mercedes denk ik wel vooruit springt zeg maar, met de Merocams.